they ask you how you are, you don't just have to say that you're really fine. You can't get in because they would never Abonneren! Oké, ik heb dus gehoord dat de mid-icon slash prime-icon player pick glitched is. Dat er moments in kunnen zitten. Dus dat gaan we straks even doen. En ik hoop dat we wel leuke moments eruit kunnen krijgen. Wie weet, natuurlijk is het niet gegarandeerd dat je een moments krijgt. Maar het zou wel lekker zijn. Dus ja, laten we dat eerst gaan doen. Ik ga ook proberen alle andere packs bij elkaar te sparen. Zoals die van de icon swaps, die fut birthday swaps. Dus de 86 plus... keer 7, de 83 plus keer 25, de 81 plus keer 25. Noem maar op. In ieder geval heel veel goede packs deze video. Dus ik wil jullie vragen even dat blauwe duimpje omhoog te doen. Even te abonneren op mijn account. Of op mijn kanaal. En je notificaties aan te zetten, want dan mis je helemaal niks. Ik zou zeggen, laten we beginnen met die mid icon, prime icon player. Oké, dan beginnen we dus met de mid or prime icon player pick. Deze heb ik niet met facecam opgenomen. 3 keuzes voor een, misschien wel moments. En we krijgen mid de 10. Nou, hartstikke mooi. Dit was de mid or prime icon player pick. We gaan snel door met 100 euro aan FIFA points. Oké, zoals je kan zien, 12.000 euro aan FIFA points. En deze nieuwe pack was er dus gisteravond om 12 uur. En ik dacht, daar moet ik er een paar van openen. 87 plus gegarandeerd in deze pack. Dus ik dacht, weet je, hier moet wel wat in zitten. In de eerste zit Koen Kasteels en Jorie. En we krijgen dus ook bij, of in elke pack krijg je dus ook een leenspeler. Een fut birthday leenspeler voor 5 wedstrijden. Deze was nou niet zo bijzonder. Dit was Silas als leenspeler. Hartstikke leuk. Dan openen wij de tweede. Krijgen we weer maar een 87. Dat kan je dus zien aan de vlammen. Als het namelijk... als ze allemaal tegelijk schijnen, om het maar even zo te zeggen, dan is het een 88 plus. En anders is het dus 87 of lager. En aangezien dit een minimaal 87 gegarandeerd is, is het dus elke keer een 87 als dat niet het geval is. We krijgen hier een fut birthday. Niemand minder dan Rebic. Niet super goed. 38k waard. Weet je, hartstikke leuk. Nemen we mee. 38k is altijd fijn om mee te nemen. En daarna krijgen we hem ook nog eens in onze leenspeler pack. Wat dus wel handig is aan deze leenspelers is dat als je bijvoorbeeld in het volgende seizoen icon swaps wil gaan doen, dan kan je altijd bijvoorbeeld bij de Serie A icon swaps dus zo'n Rebic opstellen. Bij de Premier League icon swaps kan je zo'n Sancho leenspeler opstellen. En ja, dan kan je gewoon makkelijker goals scoren in die icon swap dingen. Hier krijg je dus Silas alweer en dan kunnen we dus... ja, ze samenvoegen 10 wedstrijden. Dus dat is lekker. Dan heb je in ieder geval voor de Weekend League weer een redelijke super sub voor een aantal wedstrijden. Dus dat is chill aan deze leenspeler packs ook. Dit is onze eerste of onze tweede 88 plus. En het is ook maar een 88. Het is Lukaku. Zoals je kan zien, tot nu toe zijn de packs niet heel denderend. Want we krijgen niet echt dat je zegt, wow, dit is echt een goede speler. We krijgen hier Doku, best een leuk kaartje ook. Best een leuke super sub ook, denk ik weer. En dan, ja, is dit onze laatste pack van deze 100 euro aan FIFA points. En het is weer, wederom, geen 88 plus. Het is namelijk Luka Modric. En dan krijgen we nog Alan, maar die hebben we natuurlijk zelf ook al in ons team. Daar zijn we dan in de winkel. Een 83 plus Rare Players 25 pack, een 81 plus Rare Players 25 pack. En de 7x86 plus Rare Rated Players pack. Nou, drie echt niet normale packs. We gaan beginnen met de 81 plus Rare Players pack. Dan de 86 plus, denk ik. En dan de 83 plus. Ik denk dat dat de beste optie is. Ik weet het niet. We gaan het in ieder geval gewoon openen. Doe even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Laat ook even weten wat je van de 12.000 FIFA points vond. En van de mid or prime icon pack. Want ja, natuurlijk was ik niet zo blij met die icon pack. Maar goed, we zitten nu bij deze packs. We gaan even kijken of wij iets leuks nog kunnen gaan packen. Ik zag mensen icons en zo krijgen uit deze 7x86 plus. Dus ik ben heel benieuwd. Hopelijk kunnen we een fut birthday minimaal packen. Ik heb er wel vertrouwen in. Zo'n Dani Alves voor in mijn team. Dat zou natuurlijk helemaal perfect zijn. Ik heb 3 miljoen coins op dit moment. Ik ben aan het sparen voor Moments Pele. En ik moet denk ik nog 2 miljoen coins. Dan kan ik die betalen. Dus hopelijk kan ik die binnenkort betalen. Kan ik er een video over maken. Dat zou heel lekker zijn. Ik ga even stoppen met lullen. Want we gaan deze pack openen. De 81 plus Rare Players 25 pack. Kom op. Kom op. Geen eens een walkout. Geen eens een walkout. David Silva. Jezus, wat slecht. Dit is echt heel slecht. Nou ja, gelukkig heb ik wel alles tradable als het goed is. Of nou ja, de meeste dingen tradable dan. En dat kan ik allemaal of verkopen of gewoon discarden.
Ik ga in ieder geval even alles omruilen. Dat... Oh, dat moet niet. Ik ga in ieder geval even alles omruilen. En dan ben ik zo terug met de volgende pack. Nou, die pack was natuurlijk niet zo goed. Geen walkout. Gaan we nu naar de... Ja, 7x86 plus pack. Dat is dus guaranteed een walkout. En hopelijk krijgen we dan een goed packie. Minimaal een fut birthday. Dat zou ik wel heel lekker vinden. Kom op. Kom op. Ik ben wel hyped voor deze pack. Wat is dit? Het is geen fut birthday. Het is geen icon. Dit is Ter Stegen. 90 rated. Kut. Kut, 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 kut. Wat nog meer? Casemiro, Sterling, Chesney, Busquets, Mahrez, Cancelo. En that's it. Dit is niet goed. Ik zag zelfs een foto voorbij komen op Twitter dat iemand 6 fut birthdays in deze pack had. En wij krijgen dan natuurlijk 0. Ik moet altijd toegeven, je moet niets verwachten eigenlijk uit deze packs. Ook al zijn het de beste packs in de hele game. Want je ziet het, het is echt geen garantie dat je wat goeds krijgt. We hebben nog 1 pack in ieder geval. Dat is de 83 plus keer 25. Nou, nu hoop ik toch dat we wel even wat goeds hieruit krijgen. Hieruit, als het goed is, kan je geen icon krijgen. Maar je kan dus wel gewoon promo kaarten krijgen. Dus een fut birthday. En ik mag toch hopen dat wij wel eentje gaan krijgen. Ook al is het zo'n slechte. Ja, dan hopen we natuurlijk gewoon dat het wel een goede is als we er een krijgen. Maar we gaan het meemaken. Kom op. Kom op, please. Please. Het is er één. Oké. Okay. Het is er één. Wamangituka, of Silas moet ik eigenlijk zeggen nu. Oké, die wilde ik sowieso al een keertje kopen voor als super sub. Het is niet een van de betere. Het is geen Dani Alves, geen Dybala, of noem maar op. Maar het is er in ieder geval één. Dat is al heel wat. Dat is al heel wat. Wat zit erachter? 2 informs, leuk voor fodder. Ederson, Varaan, Bernardo Silva. Nou ja, in ieder geval wat fodder. En Sterling en Busquets nog een keer. Dat is kut, want die kunnen we dus ook niet verkopen. Ik denk ook dat er niet echt een leuke SBC is op het moment die ik nu even kan doen met die spelers. Laat even weten wat je van deze packs vindt. 5-star, 5-star, Silas. Leuke super sub in ieder geval. Alleen hij heeft 80 composure en 81 balance. Dat is niet heel goed. Ik ga dit naar de club sturen. Dit doe ik heel even terug om te kijken of er een leuke SBC is. En dan ben ik zo terug. Okay, we hebben nu toch best wel veel folder. Laten we gewoon een Prime Icon pack nog gaan maken. En dan hebben we echt van alles en nog wat deze video. Dus dan moeten we wel een keer wat goeds krijgen, zou je zeggen. Ja, ik ga gewoon die teams even in elkaar flansen. En dan, als het goed is... Ja. Nee, als ik weet niet wat ik wil zeggen. In ieder geval, we gaan deze Icon pack maken. En we gaan hopen dat we wat goeds krijgen. Oké, okay, dit is het laatste team wat we in moeten leveren. En dan hebben wij onze Prime Icon pack gereed staan. Oké. Okay. Deze ga ik even landen doen, vind ik het leukste en het spannendste. Dus het beeld gaat op zwart voor jullie en op mij voor mij natuurlijk, want dan kunnen we niet zien wat het is. Prime Icon pack, je kan het zien. En ik ga hem nu openen, tot zo. Oké, okay. Hij is naar de club gestuurd. Houd wel in dat het geen R9 is sowieso, want die heb ik natuurlijk zelf al. Ik heb mijn mid-petit ingeleverd. Ja, weet je, die ga ik toch nooit gebruiken, dus dan kan ik hem best wel goed inleveren. En dan gaan we kijken of het... Een goede icon is. Laten we het hopen. Een leuke, laten we zeggen een gullit of zo. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Oké, okay, we beginnen bij Wills. En we gaan door. Jullie hoeven niet alles te zien. Jullie gaan het wel zien als vanzelf. Jullie zien het vanzelf wel als ik bij het moment ben dat ik een top 9 land heb. Of als het gewoon een kut icon is geworden, dan zien jullie dat natuurlijk ook. Laten we hopen dat dat niet het geval is. Maar ja, je weet het nooit. A few moments later... Oh. FIFA Mexico, Hernandez. Luis Hernandez. Kut kaart, heb je niks aan. Geen kut waard waarschijnlijk, want het is gewoon een klote icon. En al mijn folder is weg, ik heb mijn tijd verkloot en noem maar op. Icons, icons, icons. Nul goede, geen goede fut birthday. Dit is eigenlijk heel kut. We hebben zoveel goede packs geopend en we hebben niks goeds gekregen. Ja, dat is gewoon kut. Maar ja, ik wil jullie wel vragen om dat blauwe duimpje omhoog te doen. Ik heb oprecht veel gespeeld en veel squad battles en zo voor deze packs. Dus ik zou dat waarderen met een blauwe duimpje omhoog. En natuurlijk met een abonnee als je dat nog niet hebt gedaan. En zet natuurlijk je notificaties aan, want dan mis je helemaal niks. En dan hoop ik dat ik jou bij de volgende video terugzie. Later.